Yes, welkom bij weer een nieuwe les van Boxer Partiel. Vandaag leren we hoe we moeten opdrukken. Juist de uitvoering van het opdrukken is heel belangrijk voor het goed stoten, voor het goed leren stoten van in boksen. Dan kun je nou weer verder kijken. Ja, was even de buren moet even eruit. Plankhouding, recht alles. Alles goed inderdaad strak. Met een rugzakje om, gewicht erin te stoppen. Ga je naar voren. En duw uit. Yes, welkom bij weer een nieuwe les van Boxer Partiel. Vandaag gaan we leren hoe we moeten opdrukken. Ja, het leren opdrukken is eigenlijk heel belangrijk. Want waarom is het nou zo belangrijk? Als je dat niet goed aanleert en je leert het zo met die wijde armen aan, dan ga je straks in het boksen ook op deze manier staan. Met je hele dekking dus open, in plaats van hier je elleboog inderdaad in de zij. En als je dan gaat stoten, ga je die elleboog eerst omhoog en naar beneden. Terwijl je eigenlijk wil dat je dat je elleboog recht naar voren doet en recht naar achter. Daarom is het juist zo belangrijk inderdaad om de juiste uitvoering te doen met opdrukken. En die opdrukken uitvoering is ook wat zwaarder, omdat je dan die elleboog zo in je lichaam moet houden. Dus je spreekt echt je triceps aan in je borst. Daarom gaan veel mensen ook weer op deze manier opdrukken, omdat het gewoon net even wat makkelijker is. Maar zoals ik al zei, we willen juist dat die elleboog hier binnen blijft. Nou, hoe gaan we het aanleren? Daar heb je eigenlijk een 5 traps raket voor. En we beginnen zo meteen met de plank. Die oefening is eigenlijk heel belangrijk, omdat dat gewoon de basis is. Als je die plank goed kan uitvoeren, kun je door naar de volgende stap. Nou, en op die manier gaan we 5 stappen doorlopen totdat we een push-up aan het maken zijn. Als we zo meteen kijken, dan gaan we met de plank beginnen. Zorg gewoon dat je een beetje ruimte hebt inderdaad. Pak een stopwatch bij de hand, want het gaat ook op tijd natuurlijk. We willen zo meteen ongeveer 1 minuut kunnen planken. Als dat gelukt is, na 1 minuut, kun je door naar de volgende stap en kun je dan verder. Maar als we dus gaan planken, gaan we naar de grond toe. Ja, ik heb hier gewoon lekker ruimte zo. Nou, mijn stopwatch is gedaan, want ik ga niet meer op tijd doen, maar jullie tijd natuurlijk wel. Maar we gaan in die uitvoering zitten zo. Handen onder de schouders. Ja. Schouderbreedte. Je voeten bij elkaar. Op deze manier. Dan moet je zorgen dat je dus je lichaam als een rechte lijn hebt, als een plank. Dan inderdaad niet de bedoeling dat je doorzaakt door je schouders, maar echt uitdrukken, je bilspieren aanspannen, je core heb je aangespannen, je benen zitten strak naast elkaar. En op deze manier voer je echt de plank uit. Je kijkt ook naar voren, gewoon je hoofd recht. Ja. Dit is de plankhouding. Nou, als je die houding goed hebt, dan ga je kijken hoe lang je het vol kan houden. Daarvoor hebben we die stopwatch nodig. Ik ga kijken, eerst maximaal. Als je 20 seconden kan, kun je 20 seconden, kun je 30 seconden, kun je 30 seconden. Als je een minuut kan meteen, kun je meteen door naar de volgende ronde. Ja, dan ben je gewoon een goed wat we eigenlijk willen bereiken. Maar je moet gewoon inderdaad opbouwen. Dus 20 seconden is de max. En dan 3 dagen volhouden. Ja, dan heb je 4 dagen enig rust. Ga je de 5e dag 10 seconden erbij doen. En nu 40 seconden. Of 30 seconden moet ik dan zeggen, hè. We hebben 20 seconden begonnen. Maar. En dan inderdaad op die manier bouw je het op. Dan heb je 3 dagen 30 seconden vastgehouden. En dan 4e dag weer rust. En dan doe je weer de dag daarna doe je weer 10 seconden erbij. Totdat je bij die 1 minuut bent. Als je die 1 minuut gewoon goed vast kan houden en juiste vorm, dan kun je door naar de volgende. Wat ook belangrijk is inderdaad, wat ik nog niet heb verteld, is inderdaad als die plankhouding op deze manier. Ga niet doorzakken bij de heupen. Ja, je moet hem echt recht houden. Daarvoor hebben ze ook die core aanspanning nodig. Dat goed onder controle houdt. Dit is echt de juiste uitvoering. Merk je nou dat je inderdaad met dit een minuut bezig bent. En je gaat 50 seconden perfect. En dan daar 10 seconden ga je toch een beetje doorzakken. Moet je toch nog even wat meer oefenen. Voordat je door naar de volgende. Goed, dan kom je bij de volgende aan. Dat is een kneeling push-up. Ja, dan ga je dus opdrukken op de knieën. Ik leg even iets onder mijn knieën, dat is net even wat prettiger. Ja, je kan een handdoekje doen, je kan een kussen doen of je hebt een matje. Ja, je kan allemaal neerleggen. Nou, ga dus met je knieën naast elkaar op het kussentje liggen zo. Dan gaan we weer de plankhouding aannemen. Je voeten zitten gewoon naast elkaar. Handen, schouderbreedte. Hier zo. Lichaam als een plank. Handen onder de schouders. Dan moet het naar voren zitten, dan wordt het heel moeilijk. En dan ga je vanaf hier de voeten van de grond doen.
heb je weer de plankhouding. Je hebt je hoofd omhoog. En dan ga je doorzakken. Als je nu naar de grond zakt, is het even belangrijk dat je dit goed door hebt. Je moet niet recht naar beneden zakken. Als je recht naar beneden zakt, krijg je van die vleugeltjes dat je elleboog opzij gaan. Dat is gewoon natuurlijk, omdat je lichaam die kan die beweging niet maken als je recht naar beneden gaat. Dus dan moet je een beetje ruimte maken, een beetje compenseren. Dus je moet eigenlijk schuin naar voren met je gewicht. Dus ik ga weer in die plank zitten. Hier zo. En als ik nu doorzak, ja, alles strak. Ga ik dus schuin naar voren, die kant op. Dan kan ik mijn elleboog in de zij houden. En dan druk ik mezelf weer uit. Schuin naar voren. Hup. Controleerd. En uitdrukken. Ja. Dan moet je dat net voor de grond. Ga je dit eruit naar beneden. En dan duw je jezelf weer omhoog. Dit moet je ook gewoon opbouwen. Als je dit inderdaad gewoon één keer perfect kan. Dan doe je een paar keer één keer. Dan maak gewoon setjes. Doe 10 setjes van één keer. Eén keer gedaan, even rust, even uitschudden. Kun je weer, doe het nog een keer. En op die manier ga je dus ook naar de 10. Heb je dat 10 keer gedaan, ja, of heb je dat bijvoorbeeld 7 keer gedaan, kun je niet meer opdrukken. Ga je terug naar de vorige oefening, ga je de plank doen. Hou je die weer maximaal vast, 1 minuut lang. En dan inderdaad heb je gewoon lekker getraind. Dat geldt soms dan ook bij de volgende stap. Als je inderdaad maximaal hebt gedaan en je kan niet meer, ga dan weer een stap terug. Doe die ook weer maximaal. Ga dan weer een stap terug en doe die ook weer maximaal. Op die manier ben je optimaal aan het trainen. Goed, dan heb je dus inderdaad 10 keer, 1 keer gedaan. Dan ga je naar 2 keer. Ja, dan doe je 5 keer, 2 keer. Dan doe je 3 keer, 3 keer. Als je dit inderdaad 10 keer achter elkaar perfect kan, dan ben je klaar om weer door te gaan naar de volgende stap. Goed, dan kun je deze weer aan de kant leggen. En die volgende stap is als volgt. Ja. Dan heb je 1 klein push-up. Dat is eigenlijk gewoon een opdrukken, maar dan schuin omhoog. Ja, dan maak je het voor jezelf makkelijker. Ja, dan heb je een stoel staan. Die stoel leg je hier zo tegen een object aan, dat die stoel niet weg kan schuiven. Ja. Dus zet dat tegen de muur aan, zet dat tegen de bank aan, waar dan ook. Ik gebruik nu een stoel, je kan ook een tafel pakken, je kan een bank pakken, je kan een klein tafeltje pakken of een kruk. Maakt niet uit, als het maar gewoon net even iets hoger is dan de grond. Ja. En dan gaat het als volgt. Je gaat weer inderdaad met je handen op de stoelleuning. Je hebt hier zo vast. Schouderbreedte weer. Lichaam als een plank. Benen bij elkaar. Eigenlijk gewoon weer al diezelfde oefeningen. Aandachtspunten die je net ook had. En vanaf hier weer doorzakken. Schuin naar voren. Hup. Als die plank. En je duwt jezelf weer omhoog. Ja, schuin naar voren. En omhoog. En terwijl je dit doet, zorg ervoor dat je gewoon recht blijft. Je gaat niet doorzakken. Je bent gewoon alles keurige uitvoering. Als je gewoon alles goed uitvoert, ja, je laat de filmer aan een goede basis. En dat je alles inderdaad snel afkaffelt. En denk van oké, ik ben lekker bezig. Uiteindelijk gaat het inderdaad allemaal op slechte kwaliteit. Nou, heb je dit inderdaad gedaan? Ik heb me nou op deze hoogte. Kun je me inderdaad omdraaien. Heb je nog weer de andere kant. Ja, wordt die alweer zwaarder. En hoe verder je naar de grond gaat eigenlijk, hoe zwaarder het wordt. Dus als ik hier zo ben, dan zet ik mijn handen ook weer schouderbreedte. Benen naast elkaar. Zak door. Schuin naar voren. Hup. En duw uit. Schuin naar voren. En duw uit. Nou, dit ook weer opbouwen natuurlijk. Dan begint weer inderdaad gewoon maximaal. Kijken hoe vaak je dit kan. Dan maak je weer setjes van. Uiteindelijk probeer je dan met setjes tot 10 keer te komen. Heb je dat 10 keer gedaan, inderdaad achter elkaar perfect. Kun je weer door naar de volgende oefening. En dan neem je alweer stap 4. Goed, zet de stoel weer aan de kant. Yes. Stap 4 is de negative push-up. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewoon opdrukken. Maar je laat je heel langzaam door je armen zakken. Ja, je moet eigenlijk omgekeerde opdruk. Ja, beweging die naar uitvoert. Dus we gaan naar beneden. En de beginhouding is weer de plank. Dus handen neerzetten, voeten bij elkaar, niet doorgezakt staan. Ja, is inderdaad de beginhouding. Wat we nu vanaf hier gaan doen, ja, ik kan een timer erbij pakken. Dat je kan gewoon zelf in je hoofd tellen. Maar je gaat ongeveer 5 seconden duren over om vanaf die houding door te zakken
naar beneden. Ja. En beneden aangekomen, ga ik laten zien. Je zit hier, plank houding, recht alles, alles goed in dat strak. Naar beneden zakken, 1, 2, 3, 4, 5. Zet je knieën neer, heupen naar achter, ja. Armen strekken en weer terug naar die plank. Dus dan maak je eigenlijk een beetje, in plaats van dat je jezelf opdrukt, net als bij een push-up, maak je even een omweg, minder zwaar is voor die armen. En kun je weer opnieuw. Nou, de zak door. Eigenlijk is het dus weer schuin naar voren zakken. Ja, dat is heel belangrijk. Anders krijg je dat die elleboog opzij gaan. En dat doe je weer zo vaak als je kan. Dus je zet de juiste houding. Hoofd goed. Zak naar voren. 1, 2, 3, 4, 5. Hier neerzetten. Heupen naar achter. En terug naar die plank. En weer opnieuw. Ja, ook dat weer uitbreiden. Eerst één keer, twee keer wat je maximaal kan. Nou, dan inderdaad even rust losschudden. Weer setjes maken totdat je die 10 keer hebt gehad. Uitbreiden tot en met 10 keer perfect uitvoeren. En ben je klaar om naar de volgende stap te gaan. Als je dit nou bijvoorbeeld inderdaad maximaal hebt gedaan, ga je weer terug naar de incline push-up. Ga je weer terug naar de kneeling push-up. En weer terug naar de plank. En op die manier pak je gewoon die vorige stappen die maximaal eruit om optimaal te trainen. Goed. Dit zo gedaan hebben, ja, dan ben je klaar voor stap 5 en dat is inderdaad de push-up. Nou, de push-up is inderdaad gewoon dezelfde houding natuurlijk. Dus je gaat kijken. Plank houding. Handen inderdaad onder je schouders, voeten bij elkaar. Alles goed in dat rechte lijn. Hoofd goed. Zak uit, of zak door inderdaad. Voren, hup. En duw jezelf uit. Naar voren en uit duwen. Ja, dit is de push-up. Correcte uitvoering, wat we willen zien. Uiteindelijk inderdaad stapsgewijs opgebouwd. Ja. Als je 10 keer raakt, kun je het uitbreiden. Kun je bijvoorbeeld 15 keer doen, dan 20 keer, dan 30 keer. Weet je, setjes maken steeds. Gewoon dat je zelf uitdaagt. Ben je maximaal bezig geweest, kun je niet meer. Doe weer een stap terug. Ga weer naar die negative push-up. Ga weer naar die incline push-up. Nou, hier is zo voort. Kom weer tot de plank. Ben je dat perfecte training aan het doen voor het bovenlichaam. Een andere manier om dit zwaarder te maken is inderdaad met een rugzakje om gewicht erin te stoppen. Ja. Dan kun je nog een andere variatie doen van de push-up. Zoals inderdaad brede push-ups of explosieve push-ups. Ik kan het schrik niet bedenken inderdaad, maar dit is de basis. Als je dit goed kan, ja, dan ben ik trots op jullie. Dan wil ik inderdaad dat je dit inderdaad gaat leren. En nou, als je dit uitbreidt, nou, dan word je dat sterk. Train je net je bovenlichaam met de triceps, met de borstspieren, wat inderdaad belangrijk is in de box. En je leert ook inderdaad die elleboog binnen het boord te houden. Nou, ga dit oefenen. Heel veel succes ermee. Dan zie ik jullie bij de lessen. En ik ben trots op jullie. Hou dit vast. Yes.